Meer info op samengaanwegroener.be of in je gemeentehuis. Topvolley Antwerpen won vorig seizoen de beker en verloor de play-off finale. Antwerp Giants verloor de bekerfinale en bereikte de halve finale in de play-offs. Beide clubs scheren op sportief vlak hoge toppen. Maar zoals bij wel meerdere sportclubs is het moeilijk om het financiële plaatje rond te krijgen. En dus onderzoeken beide clubs of een verregaande samenwerking soelaas kan brengen. Antwerp Giants en Topvolley Antwerpen hebben al een samenwerkingsverband met United. Samen met drie nog andere zaalsportenclubs. Zaalvoetbalclub FT Antwerpen en de handbalclub Sasha en DHW. Maar deze fusie zou alleen Antwerp Giants en Topvolley Antwerpen omvatten. Beide clubs trainen in de arenahal in Deurne en zijn ook volwaardige profploegen. De drie andere clubs werken nog semi-professioneel. Een samensmelting lijkt dus een logische stap in de droom van Roger Roels, de voorzitter van Antwerp Giants en ook de bezieler van United. Hij wil dat de vijf clubs op termijn één club worden, zoals bij het Spaanse Barcelona. Met de drie kleinere clubs wordt niet onderhandeld en die clubs betreuren dat. Maar ze juichen de mogelijke fusie wel toe, zolang er ook met hen toekomstplannen zijn. Ook Antwerp Schepen van Sport, Lude van Kampenhout, zou de onderhandelingen aanmoedigen. Al willen hij en de clubs niet reageren om de gesprekken niet in het gedrang te brengen. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de fusie er zeker zal komen, klinkt het nog. Maar dat er een nodig is om de uitbouw van beide clubs te kunnen garanderen, lijkt wel een zekerheid. Het zaalsportseizoen start in oktober, allicht nog zonder een fusie.